Secure Access Service, Edge of SASE, is een verzameling van netwerk- en security-producten. Zoals SD-WAN, CASP, Cloud Access Security Broker, Secure Web Gateway, dynamische firewalls, etc. Maar het grote punt is, de identiteit van de gebruiker of van het device staat nu centraal. En niet het datacentrum of uw datacentrum. In plaats van dat we al het verkeer sluizen naar het datacenter en daar in het datacenter gaan we de security bepalen, authenticatie uitvoeren en vervolgens het netwerkverkeer regelen. Dat is achterhaald. Uw gebruikers zitten overal. Ze zitten allemaal thuis te werken. En de applicaties draaien helemaal niet meer in uw datacenter. De applicaties draaien in de cloud, bij Azure of bij Google. Wat we nodig hebben is authenticatie en netwerkfuncties, security en netwerkfuncties op de rand, at the edge. En misschien al op het device, op het mobieltje, op de laptop van de gebruiker. Ik wil al authenticatie kunnen doen op de rand, zo dicht mogelijk bij de gebruiker. En ik wil zo dicht mogelijk bij de gebruiker een goede netwerkverbinding kunnen opzetten. Een snelle netwerkverbinding. Ik wil op de rand, at the edge, edge computing heb ik het hier over, maar ik wil zo dicht mogelijk bij de gebruiker al een toegangspunt hebben, een point of presence. Een point of presence, een soort datacentertje van een van de vendors of misschien van een cloud provider, dicht in de buurt van uw gebruiker of het apparaat. En daar kan ik al dynamisch bijvoorbeeld beslissen dat het verkeer geëncrypteerd moet worden. En ik ga niet eenmalig authenticeren, ik ga continu authenticeren. Dat komt weer bij Karta, het idee Karta vandaan. Dus als de gebruiker op het vliegveld zit op Schiphol en hij gaat via zijn corporate laptop naar een applicatie toe, dan kunnen we één checken wie hij is. Ik ga niet alleen aan de hand van zijn IP-adres bepalen wie hij is. Ik bepaal al direct zo dicht mogelijk bij de gebruiker wie hij is. Ik ga bijvoorbeeld het verkeer encrypteren en hij krijgt toegang tot één applicatie. Alleen tot Salesforce.com bijvoorbeeld. En we gaan rechtstreeks een koppeling maken via dat Edge component of via een point of presence. Een locatie die zo dicht mogelijk bij de gebruiker zit. En vanaf die points of presence rechtstreeks naar de cloud, naar Salesforce.com. En niet eerst naar uw datacenter. Maar als die gebruiker vervolgens vliegt en landt in Moskou, dan kunnen we bijvoorbeeld gelijk zijn toegangsrechten intrekken. Dan kunnen we, wij zien gelijk door Zero Trust Network Access, en nog zo'n security idee wat je terugvindt in SASE. Dus op het moment dat hij in Moskou op het vliegveld zit, kunnen we bijvoorbeeld zeggen, nou dat vertrouw ik niet. En ik ga de toegang tot de applicatie intrekken. Misschien ga ik extra maatregelen nemen. Maar denk ook aan al die security maatregelen die we tegenwoordig moeten nemen. Ik heb niet alleen een VPN-verbinding nodig, een veilige verbinding naar mijn applicatie of naar mijn eigen datacenter. Ik wil dataverlies voorkomen. Ik wil phishing mails kunnen voorkomen. Ik wil voorkomen dat de gebruiker naar een website gaat en dat er malware op zijn device of op zijn laptop wordt geïnstalleerd. Moet hij dan weer een aparte tool installeren voor een secure web gateway? Een aparte software voor een VPN? Aparte software voor mail? Dat is ook niet zo gebruikersvriendelijk. Ik wil één tool. Dat is SASE. Alles zit in één tool en het is gebaseerd op de identiteit van de gebruiker. Een ander voorbeeld. Stel, een container van uw bedrijf staat in de haven van Hongkong. En in die container, een slimme container, zit zeer waardevolle goederen zitten in die container. En ik wil continu in de gaten houden, waar is die container? Misschien gaat het om de temperatuur. U kunt de temperatuur van de container continu monitoren en van afstand bekijken. En die container heeft weer vanuit Hongkong vlakbij, zo dicht mogelijk bij,
kan die een snelle verbinding maken rechtstreeks naar uw applicatie die misschien ergens bij Google draait. Gaat niet eerst naar uw datacenter, nee, gaat rechtstreeks naar uw applicatie die ergens in de cloud draait. En u kunt continu monitoren wat er aan de hand is met die container. En maar stel dat die container een onverwachte beweging, misschien wordt de container ergens gejat, op een truck gezet en weggereden. Op dat moment wordt dat gelijk geconstateerd. We zien de context van de gebruiker. Het is zeer belangrijk dat we de context van de gebruiker, en daar bedoel ik mee, ik hou een tijdstip bij. Wat is het normale gedrag? Wat is het normale tijdstip dat een gebruiker bepaalde acties uitvoert? Wat is een normale locatie? En als die afwijkend gedrag vertoont, trekken we gelijk al de rechten in. En we hebben een dynamische firewall vlak bij de rand, misschien op die point of presence, om ervoor te zorgen dat geen enkele hacker kan inbreken op die chip, op die container. Daar staat een dynamische firewall. Nou, laat staan, er is niet eens een IP-adres bekend van die container, want met software-defined perimeter, Zero Trust Network Access, hebben we ervoor gezorgd dat we authenticeren op basis van de gebruiker, in dit geval die container. Niet op basis alleen maar van een IP-adres. En we gaan op basis van context, dus locatie, tijd, gaan we continu authenticeren. Niet één keer, continu. Carta. Dus met sessie hebben we alles gecentraliseerd rond de gebruiker, rond het device. Het gaat om de gebruiker, het gaat om het device. Die moeten we een sterke authenticatie op inrichten. En die wil toegang hebben tot een applicatie die overal kan staan. Het idee dat al het verkeer eerst naar één centraal of uw eigen centrale datacenter gaat, dat is achterhaald.